Ik denk de laatste tijd van, ja, straks moeten mijn eierstokken er ook nog uit. En dan kunnen we geen kind krijgen en dan ga jij bij me weg. Ik ga niet bij je weg, meisje. Op mijn 19e hoor ik dat de ziekte waaraan mijn moeder overleed erfelijk is. Ik heb 40-60% kans op eierstokkanker rond mijn 40ste levensjaar. En 60-80% kans op borstkanker. Ik begin met filmen, omdat dat de enige manier is waarop ik hiermee om kan gaan. De enige manier om te beslissen of ik mijn borsten preventief zal laten verwijderen. Nou, de simpelste methode is dat je het met een prothese doet. Terwijl stevig. Ja. Ja, maar je kan er wel op liggen ook. Je kan het gewoon deuken. Ik ben er totaal niet gerust op dat ik me prettig in mijn lijf ga voelen met die siliconen. Maar goed, het is uw enige kans om uw risico echt dramatisch naar beneden te brengen. Ik had gewoon bedacht dat ik naar woensdag een knoop door zou. Dan gaan we gewoon voor die zekerheid. Liefje, dan zijn we kanker af. Voor mij is het eigenlijk veel te snel gegaan ineens. Ik dacht dat ik een soort van kalender op de muur zou maken met... Ja, met nog 13 tieten to go. Hoe gaat het met u? Hoe oud ik ben? Hoe gaat het met u? Hoe het met me gaat? Ja, oké. Okay. Niet te veel gestrest? Weet je wel. Dan zie je me weer met hele nieuwe tieten. Ik zie er werkelijk waar nu uit alsof ik gewoon vrouwenpak ben. Wat Buffalo Bill uit de Silence of the Lambs van dode vrouwen in elkaar naait. Ik zal het even laten zien.